Mijn ouders hebben 3 kinderen en die hebben allemaal de Academie Lichamelijke Opvoeding gedaan. Als wij voor onszelf beginnen, dan gaan wij niet zo om met personeel als dat met ons is omgegaan in het verleden. En we raken aan de praat op straat en uiteindelijk belanden we bij hem aan een keukentafel met een fles Berenburg tussen ons in. En de volgende ochtend hebben we elkaar nog een keer recht in de ogen gekeken. Dat was 1 mei 2005. En toen zijn we direct maar naar de Kamer van Koophandel gereden en hebben we ons ingeschreven. Hoe extremer het weer, hoe langer de ervaring blijft hangen. Beste kijkers en luisteraars, welkom bij Zitten met Henk. En we zitten hier in Appelscha, bij de jongens van Outdoor. En daar zijn we uitgenodigd door niemand minder dan Jan de Roos. Jan, fijn dat we hier mogen zijn, jongen. Mooi dat jullie er zijn. Ja. Nou, Jan de Roos. Wie is Jan de Roos? Wie is Jan de Roos? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Heb je even? Ja, ik heb wel even. Oh, ja, absoluut. Ja. Nee, Jan de Roos is een ondernemer in het Appelschaarse. Geboren en getogen als het feintje van mijn naam. Tussen Leeuwarden en Franeker. School gegaan naar Leeuwarden. En uiteindelijk uitgewaaid door Noord-Nederland en geland in Appelscha. Zeg Jan, en waar komt dat nou vandaan? Hè? Die passie voor de sport. Ben je zelf wel heel sportief? Waar zit dat? Ik denk dat het wel met de paplepels ingegoten vanuit vroeger. Oh. Sporten komt thuis altijd, overal. Ik heb gekaatst, ik heb gevoetbald, ik heb geschaatst, ik heb gewielrend, ik heb geturnd. Dus eigenlijk, mijn probleem was dat ik alles leuk vond en ik kon alles ook nog wel aardig. Dus ja, dan wordt het lastig om te kiezen. Ja. En toen kwam ik op de HAVO in contact met mijn leraar lichamelijke opvoeding, Henk Weerstra. Ja. En eigenlijk daar. Vanuit die passie en vanuit zijn passie en van mijn sportachtergrond ben ik op de academie terechtgekomen in Groningen. En het hielp ook wel mee dat mijn zus daar al zat. Oh, die heeft zit al echt in de familie dus. Ja. Sterker nog, mijn broertje heeft het ook gedaan. Dus mijn ouders hebben 3 kinderen en die hebben allemaal de academie lichamelijke opvoeding gedaan. Zo. Mijn broertje en zus zijn in het onderwijs beland. Daar heb ik toch een lichte allergie voor het onderwijs. Ja, waarom dan? Nou, ik kwam erachter dat ik, toen ik mijn stages liep bij onderwijsinstellingen, dat ik van, hier ga ik niet heel blij van worden. Huh. Dus ik ben uiteindelijk niet in het onderwijs beland. Maar via en mijn studie in Groningen in de commerciële wereld terechtgekomen. Eerst bij Randstad gewerkt. Dat was een hele mooie opleiding voor mij, waar je van alles in het commerciële vak leert en ziet, veel opleiding krijgt aangeboden. Randstad? Randstad Uitzendbureau. En wat deed je daar precies? Dat was ik intercedent. En de vraag en aanbod aan elkaar koppelen. En daar heb ik een paar jaar in Meppel gewerkt en in Leeuwarden. En, vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Ja. Dat klinkt wel heel interessant. Ja, eigenlijk doe ik dat nog. Vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Ik bedoel, een klant die nu bij ons komt, die heeft een vraag, die wil wat doen. Ja, en je regelt dat gewoon. Daar regelen wij het aanbod bij. Daar regelen de mensen voor dan, in dat geval. In principe is het nog hetzelfde wat ik doe, alleen een heel ander vlak. Je hebt wel een full spirit voor mensen, dat gevoel met mensen. Dat zit er wel heel erg in. Ja. En wij, ik zeg met mijn compagnon ook altijd dat wij redelijk vlot mensen in kunnen schatten. En dat we weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Hebben we ook met sollicitaties. Ja. Als mensen bij ons komen, sollicitatie hoeft bij mij eigenlijk niet langer te duren dan 1,5 minuut. Dan weet ik wel of je klik met iemand hebt. Ja, precies. En dat is toch weer uit die Randstad-periode is dat natuurlijk mooi meegenomen. Ja, daar heb je wel dingen geleerd. Maar ik denk ook wel dat het in de persoon zelf zit. Dat je heel snel een schakeling kan maken van of je iemand wel of iemand niet bij je past. Dat is met je verkering ook zo. Als je verkering tegenkomt, dan voel je dat uiteindelijk ook wel. Zou je ook wel eens mee. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is in ons werk ook. Dat je heel snel kan inschatten wat iemand nodig heeft of wat iemand wil of wat iemands wensen zijn en hoe je daarmee met iemand om kan gaan. En met je verkering ging het ook wel goed dus? Met mijn verkering ging het uiteindelijk ook wel goed. Het heeft wel even geduurd hoor, maar dat uiteindelijk is het goed gekomen. Ja. Uiteindelijk is het goed gekomen. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou Jan, en dan word je uiteindelijk ondernemer, hè? Want al je opleidingen en ga je toch richting onderneming. Ja. Ondernemen, ja. Dat is toch heel wat anders dan. Bloed heeft altijd gekropen waar het niet gaan kan, denk ik. Na Randstad heb ik nog een aantal andere werkgevers gehad, maar het was altijd maar 2,5 jaar en dan was ik alweer weg. Kun je nou eens een voorbeeld noemen? Dat ja, is wel leuk. Ja, ik heb gewerkt bij een financiële instelling in het zuiden van het land. Weer wat anders. Ja, was ik sales manager. Verkopen ging wel goed. En op een gegeven moment zag ik binnen dat bedrijf een aantal zaken van, dat kan veel slimmer of dat kan anders. Ja.
maar waarom doe je dat zo? Dat is eigenlijk hartstikke dom. Als je het zo inregelt, dan kan het veel sneller en goedkoper. Dus daar ging ik mee naar mijn leidinggevende. En zei van, als we dat zo doen, is het veel handiger. Jan, moet jij je niet bij bemoeien? Is niet jouw taak. Jouw taak is klanten binnenhalen. Voor de rest moet je er gewoon niet bij bemoeien. Ah. Nou, daar kan ik slecht tegen. Au. Ja. Daar kan je niet tegen. Nee, dus een paar keer. Ik zag echt dingen. Ik denk van, dat kan gewoon niet. Dat vind ik dom dat ze dat doen. En daar wat van gezegd. Maar dat wordt dan niet gewaardeerd, omdat dat niet jouw taak is. Dus druk maar naar beneden en dan is klaar. Dat is toch raar eigenlijk, hè? Ja. Dat mensen met ideeën dan gewoon genegeerd worden. Ja, ik denk dat dat nog veel te veel gebeurt. Bij bedrijven dat er niet geluisterd wordt naar wat er op de werkvloer, men op de werkvloer zit. Ik denk dat het kapitaal van bedrijven veel meer op de werkvloer zit dan boven in de ivoren toren. Dat zit juist in de mensen, toch? Ja, ja. En wij hebben ook gezegd toen wij voor onszelf begonnen met Compion, Sil en ik. We hebben gezegd dat als wij voor onszelf beginnen, dan gaan wij niet zo om met personeel als dat met ons is omgegaan in het verleden. Ik ben echt een paar keer als een schandalige hond behandeld. Oké. En... Klein voorbeeldje. Ik had een... Dat is wel heel erg pittig. Ja, maar dat durf ik wel op tafel te gooien. Ik had een contract voor een jaar bij een werkgever in het zuiden van het land. En dat contract dat liep bijna af. Dus ik ging naar mijn leidinggevende toe en ik zeg van... joh, moet je luisteren. Ik zeg, mijn contract loopt bijna af. Wat gaan we doen? En wij moesten toen één keer in de week, op vrijdag moesten wij op kantoor komen. En dan hadden we gesprekken en nemen alle klanten door. En dat soort zaken. En de rest werkten we thuis. Of vanuit huis. En mijn leidinggevende die zei van, daar komen we volgende week vrijdag even op terug. Want dan overleg ik even met de directeur. En dan kijken we of dat dan even een nieuwe aanbod voor je komt. Dan weet je waar je aan toe bent. Nou, ik zei, hartstikke mooi. Dus ik ging weer terug naar mijn afdeling. En 10 minuten later stond mijn leidinggevende aan het bureau. Zegt, Jan, hier is de verlenging van je contract. Hij zei of je het even door wil nemen. En dan straks even naar David toe. En David was mijn directeur. En toen kwam ik daar bij David. En die zat in een hele grote glazen koepel bovenin het kantoor. David. Hij had een hele lange tafel. En hij zat aan de ene kant. En aan de andere kant stond een stoel uitgeschoven achteruit. En dus lag... 1,5 meter zat er wel tussen? Nou, daar zat wel 10 meter tussen, denk ik. Dus die vent die zei... hij zei van, daar ligt je contract. Dus ga maar even zitten. Dus ik heb mijn contract opgepakt. Ik heb een stoel naast hem heb ik uitgeschoven. Ben naast hem gaan zitten. Ja. En hij zei of ik het contract even wilde tekenen. Ik zei, zo werkt het volgens mij niet. Dus ik neem mijn contract even mee naar huis. Volgende week vrijdag kom ik weer en dan hebben we het er even over. Ja. Hij zei, als je het contract nu tekent, dan zie ik dat als motie van wantrouwen. Dan kan je oppakken. Dat meen je niet. Ja. Dus dan heb ik het contract naar hem toegeschoven. Ik zeg, als we zo met elkaar omgaan, dan is het klaar. Dus ik heb het contract naar hem toegeschoven. Ik wilde hem hand geven, maar die kreeg ik niet. Ik zeg, als dit de manier is waarop je met mensen omgaat, dan is het nu mijn laatste dag. Dus... ik heb mijn spullen gepakt, ik ben een parkeergarage ingelopen, in mijn auto gestapt en ik wilde naar huis rijden, maar ik mag de parkeergarage niet uit. Want ik reed in een leaseauto van hem, ik reed in een... Jeetje, zat hij daar natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus ik had allemaal spullen van hem en zei, die krijg ik niet mee. Ik zeg, ik heb nog een lopend contract voor 3 maanden. Dus die spullen die behoren in principe nog naar mij toe. Ja. Dus uiteindelijk mocht ik wel vertrekken. Maar dat was niet zo'n vriendelijke... einde, zeg maar. Nee, maar het is wel een typisch voorbeeld hoe het er kan gaan, hè, soms. En dan zie je ook dat de mensen in de top dan niet echt heel verstandig met hun collega's, want het zijn uiteindelijk collega's, omgaan. Hè. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoeveel goede ideeën en hoeveel kapitaal er op de werkvloer rondloopt, uiteindelijk. Ja. En dat zal bij kleine bedrijven nog wel meevallen, maar ik denk dat bij de iets wat grotere bedrijven dat wel een dingetje is. Ja. Ja. Ja, en daar moet je open voor staan. Hè? Dat is toch logisch? En je bent met elkaar zo'n bedrijf toch aan het runnen? Ja. Tenminste, zo zie ik dat. Dus, zo hebben wij het dus ook gezegd uiteindelijk. Als we voor onszelf beginnen, dan gaan we het anders doen. Niet op die manier. En ik denk dat we dat nog steeds goed doen. En dan begin je. Ik hoorde je net een paar keer Sil noemen. Dat het lijkt een soort... Sil de strandjutter. Nee. Dat zou ook kunnen, maar daar heb je een compagnonschap mee. Ja, Sil van Dijkstra, dat was mijn overbuurman. Wij woonden tegenover elkaar. Oh. Hij woonde al in Appelscha en ik kwam in Appelscha wonen. En op een gegeven moment raken wij aan de praat. Had ook een baan gehad in Limburg? Nee. Hij werkte bij justitie. Oh. En heeft daar heel veel projecten gedaan en ook van alles en nog wat gedaan. En we raken aan de praat op straat en uiteindelijk belanden we bij hem aan de keukentafel met een fles Berenburg tussen ons in. Nou, en, dat ging vast goed. Friese Berenburg, dat kan je anders ook doen. Dus en de volgende ochtend hebben we elkaar nog eens een keer recht in de ogen gekeken. Dat was 1 mei 2005.
En toen zijn we direct maar naar de Kamer van Koophandel gereden en hebben we ons ingeschreven. En hebben we elk 1.000 euro op een zakelijke rekening gestort. En zegt, dit is ons kapitaal, we gaan nu los. En alles wat we willen investeren, moeten we eerst maar verdienen. Juist, maar jij zit daar aan de Berenburg, zie ik een beetje voor me zo. En dan zitten jullie gezellig en dan gaan jullie allebei 1.000 gulden op het gulden toe. Nee, dat was euro. Dat was euro al, hè? Ja. En dan besluit je om... dat is toch wel een heel risico. Het is natuurlijk je buurman. Ik weet niet, maar goed, om zomaar iets te beginnen met je buurman. Ja, maar goed, het kriebelt natuurlijk waarschijnlijk al langer onderhuids. Ja. En dan kom je elkaar tegen en dan klikt het. Ja. En hij werkt al bij justitie. En hij werkt bij justitie. Gaf hij dat ook op? Nou, niet direct. Hè. We hebben het er eerst naast gedaan. Ik heb het er eerst ook naast gedaan. Oh, zo heb je het een beetje gecombineerd? Ja. Okay. Ja, we zeiden van, nou, we zien wel wat schip strand. We proberen het 5 jaar en als we er 1 keer per jaar van op vakantie kunnen, dan doen we het leuk. En, dat is een mooie insteek. Ja, dat vonden we ook. Alleen inmiddels is dat iets uit de hand gelopen, zeg maar. Dus zo is het begonnen. En zo, als we in die tijd opereren we eigenlijk nog. We moeten alles met een goed gevoel doen. En daar, dat is wel belangrijk bij ons. En wat is jullie core business? Wat doen jullie precies? Outdoor? Ja, outdoor. Iedereen die denkt dat natuurlijk de jongens van outdoor. Ja. Wat doen de jongens van outdoor? Ja, eigenlijk steeds meer en steeds breder. We zijn begonnen met het organiseren van leuke activiteiten voor groepen, bedrijven, verenigingen, scholen, instanties, noem maar op. Van alles en nog wat. Wat moeten die dan doen? Ja, die kunnen van alles doen. Nee, bestaat in principe niet bij ons. Nee? Dus als jij aangeeft wat jouw wensen zijn, dan gaan wij het voor je regelen. Dat doen we nog steeds. En dat heeft te maken met teambuilding? Dat je met elkaar iets wil bereiken? Of is het... Dat is een verdiepingsslag die we nu aan het maken zijn. Mensen gaan vaak weg. Het moet even gezellig zijn met elkaar. Hè. We moeten wat leuks doen. Elkaar even op een andere manier leren kennen dan dat we elke keer aan het bureau met elkaar zitten. Ja. Dus we trekken met z'n allen naar buiten. Nou, dat gebeurt steeds meer. En het is natuurlijk een... een fantastische omgeving waar ons bedrijf in zit. We zitten in een nationaal park aan de rand van, naar de Veluwe, het grootste bosgebied van Nederland. Dat weten veel mensen ook niet. Dus het biedt gewoon heel veel ruimte en heel veel mogelijkheden om leuke dingen te doen. Ja. En we zijn dus begonnen met kleine activiteitjes voor bedrijven. Onze allereerste klant was Woon Friesland. Woonbedrijf Friesland. Wat leuk. Ja. Die vergeet je ook niet meer. Die allereerste klant vergeet je nooit meer. Ik weet nog dat de fax boven mij op zolder ging ratelen. En daar kwam de bevestiging. Kwam de fax. Kwam de handtekening. Eindelijk een klant. De allereerste krant. Toen zeiden we tegen, hoe gaan we dat in godsnaam organiseren? Want we hadden nog helemaal niks. Dus, maar wel verkopen. Ja, wel verkopen. Ja, maar dat zat er wel in bij jou. Ja. Dus toen zijn we dat allemaal gaan organiseren en regelen. En toen heeft het een enorme vlucht genomen. Ja. En, hoe kan dat zo'n enorme vlucht krijgen? Geen idee. Horen mensen dat? Of hoe doe je dat met marketing? Want je moet zo'n bedrijf toch uitbouwen? Dat is ook wel gebeurd. Het is eigenlijk automatisch gegaan. Wij hebben eigenlijk nooit echt marketing hoeven doen. Mensen die... het is eigenlijk allemaal mond op mond. Ja, dat hebben wij met Zitten met Henk hebben we dat ook. Dat is mond op mond reclame. Ja, dat is sterke, wel leuk. Sterke reclame is er niet. En natuurlijk, wij zaten net in die periode dat internet ook al opkwam. Ja, dat de eigen websites maken en dat werd natuurlijk ook steeds belangrijker. Dus we zorgen altijd dat we goed vindbaar zijn op internet. En voor de rest is het toch eigenlijk allemaal via. Het gaat allemaal mond op mond. We zijn daar geweest en weet je, als jij een bedrijf hebt en er komen 25 man, dan heb je 25 ambassadeurs gecreëerd die het weer doorvertellen. Nou ja, die olievlek wordt steeds groter, dus het gaat ook steeds sneller en mooier. Nou ja, dat is bij ons eigenlijk ook zo gebeurd. En jullie doen alles aan om het ook veilig te laten gebeuren natuurlijk. En de verbinding met de klant te houden, neem ik aan. Hè? Want ik neem aan dat jullie, je had het over Woon Friesland, maar dat zal wel zijn. Is het nog een klant van je? Die zijn vorig jaar of het jaar daarvoor zijn ze weer met een afdeling geweest. Ja. Kijk, dat is natuurlijk wel de basis. Hè?
Nou, dat maakt het ook wel direct wel lastig in je bedrijf, omdat je moet ook blijven vernieuwen als bedrijf zijn. Als een klant één keer is geweest, maar daar zijn we al een keer geweest, hebben we al een keer gedaan. Ja. Dan ben je ze al kwijt. Dus we moeten hoe doe je dat dan? Het is een hele snelle markt wat ontwikkelingen betreft en wat activiteiten betreft. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens een keer op de mountainbike gezeten, iedereen heeft wel eens een keer met een GPS gewandeld, iedereen heeft wel eens een keer bij wijze van spreken in het klimbos gehangen. Het klimpark. Ik heb nog niet in het klimbos gehangen. Nou, wordt het hoog tijd. En wij zijn in 2008 hebben wij een klimpark gebouwd. Dat was destijds het eerste klimpark van Nederland. Op RCN de Roggeberg, een grote camping hier even verderop. En die ontwikkeling, sinds we die hebben gedaan, is het ook heel snel gegaan. Dat vonden heel veel mensen, was het nieuw en het was attractief. Dus daar hebben we weer goed in geïnvesteerd. Dat ding staat er nog steeds. Het is nog steeds pik en span. Dus we zorgen ook goed voor het de spul. Kwaliteit goed is. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Een soort groot gebeuren waar je voor allerlei handelingen ook kan gaan doen? Traject? Het is een groot klimpark waar klimbanden zijn, waar je kan afzeilen, waar je allemaal hindernissen hangen, waar je teambuilding kan doen, waar we trainingen doen. Dus dat is ook steeds verder gaan ontstaan. En dus doen ze een voorbeeld van zo'n training? Dat is ook voor de luisteraars ook wel even interessant. Trainingen wat we doen is, jij noemt teambuilding. Heel vaak zegt een bedrijf, we willen wel even wat leuk teambuilding doen. Wil je dat het gezellig is of wil je dat het functioneel is? Dat zijn twee verschillende dingen. Het liefst beide. Het liefst beide, ja, maar dat gaat nooit echt helemaal hand in hand samen. Nee. We zeggen of het is gezellig of het is functioneel. En natuurlijk is het ook wel functioneel als het gezellig is. Ik bedoel, je leert mensen op een andere manier kennen. Maar om echt stappen te maken voorwaarts, dat is toch wat anders. Maar wat we nu veel doen is, we trainen veel voor justitie, diensten justitiële inrichtingen, DEI. Teams die daar... Dienst justitiële inrichtingen. Okay. Dus het boeventransport, zeg maar. Oh, het boeventransport. Oh, nou, wat spannend. Nou, valt wel mee. Maar mijn compagnon komt van justitie. Ja, natuurlijk. Die heeft daar links liggen. En wij trainen dus veel personeel van justitie. Op het moment dat er nieuwe teams gevormd moeten worden, komen ze eerst hier, gaan ze bij ons aan de slag. En dat zijn leuke trajecten. Dus ik heb... ons bedrijf zou dit jaar 15 jaar bestaan. Het bestaat 15 jaar. We hebben het niet gevierd, dat is wat anders. Nee, daar komen we nog wel op. Dat komt nog. Ja. Dat komt nog. Ja, maar wij hebben, mijn compagnon en ik, Sil en ik, die hebben sinds 2 jaar geleden zijn wij wat meer gaan investeren onszelf. We hebben heel veel in bedrijf geïnvesteerd en we zijn nu wat opleidingen gevolgd, trainingen gevolgd. In jezelf investeren, dat is ook een goeie voor een ondernemer. Hè? Je moet blijven investeren in jezelf. Hè? Wij waren dat een paar jaar vergeten, zeg maar. Ja, hè? Of niet vergeten. Maar nou? Dat kan gebeuren. Kan eigenlijk niet. Ja, je hebt gewoon te druk met, met alles en dan blijft dat misschien wat. Je moet eerst zorgen dat je bedrijf gezond is en dat je bedrijf loopt. En als dat allemaal, dat je baas stabiel is, dan heb je ook veel meer tijd voor jezelf. En dan kan je ook eens naar jezelf gaan kijken van het wordt nou ook wel tijd om zelf wat stappen te maken. Ja. Dus dat hebben we gedaan. We hebben een opleiding ervarend leren gedaan. Waarbij, dat is allemaal buiten. Nou, wij zijn ook altijd buiten. Waarbij je heel makkelijk en goed met bedrijven aan de slag kan gaan om gedrag inzichtelijk te maken. Dus niet in zaaltjes zitten en naar een presentatie kijken, naar een trainer luisteren die je dingen vertelt. Maar het zelf ervaren, wat gebeurt er nou met jou als je in bepaalde situaties terechtkomt. Dus daar zijn we mee bezig geweest. We hebben een DISC-opleiding gevolgd. Waarmee je mensen... zeg maar een kleurtje op kan plakken en een bepaald soort gedrag daaraan kan koppelen, waardoor je heel snel gedrag in teams inzichtelijk krijgt. Dus daar zijn we veel meer in gaan investeren. En we merken nou ook dat wel een beetje vruchten afwerpt. Dat mensen ons niet alleen voor het leuke uitje weten te vinden, maar dus ook echt voor het serieuze teamwork. Het kan zijn dat een bedrijf bijvoorbeeld een probleem heeft in de organisatie. Zegt, jongens, we moeten toch een beetje op een andere manier samenwerken, ik noem maar wat. Dat jij daarmee aan de slag kan in de praktijk. Dus je krijgt natuurlijk een voorgesprek. Ja. Zeg je nou, in een opdracht neem ik aan. Nou ja, weet je wat we veel zien is dus dat er bedrijven zijn die al heel lang roepen. Ja, we willen eigenlijk wel een andere koers gaan varen. Of het moet eigenlijk anders binnen de organisatie. Of de communicatie loopt niet lekker. Of weet ik veel wat voor tussen aanhalingstekens probleem er is. Dan gaan we eens in gesprek om te kijken van wat ze nou willen. Wij zeggen ook, wij veranderen het niet. Ik bedoel, als ik tegen jou zeg, je moet veranderen, dan ga jij niet veranderen. Maar je moet zelf ervaren dat als het anders gaat, dat het dus of beter gaat of een andere richting op gaat. Ja. Dus daar hebben we een andere poot voor opgericht. Omdat wij, we zijn natuurlijk een recreatief bedrijf.
En mensen zeggen van ja, we komen voor teambuilding. Ja, dan is dat snel en leuk, jolig en lollig. En als wij daar onder dezelfde naam ook, ja jongens, maar we doen ook training, echt trainingen. Ja, dus, ja, dat past natuurlijk niet helemaal eronder. Dus we hebben gezegd, we gaan daar een andere poot voor oplichten. Ja. En wel met een knipoog naar de jongens van Outdoor, dat noemen wij de mannen van buiten. Maar wij zijn dat vroeg ik me al af, ja. Mannen ja. van buiten, jongens ja. van Outdoor. Wij zijn vanaf de jongetjes zijn wij, zeg maar, mannen gaan, zijn we geworden. En, maar wel met een knipoog naar buiten. Dat is een mooie, dat vind ik een leuke. Ja. Dus dat doen we nou steeds meer. En dat, dat is nu in deze periode is het voor ons ook een goede stap geweest blijkt. Ah, goede zaak, man. Ja. Nou, en de jongens van Outdoor, hè? Die naam, hoe kom je daaraan? In het begin toen wij zijn begonnen, toen hadden wij de naam Appelscha Outdoor, Appelscha-Outdoor. We waren in Appelscha ja. En Google was er nog, alles met een A staat vooraan, dus dachten wij. En Outdoor klonk wel lekker voor buiten, want buiten, Appelscha buiten. Appelscha buiten. Het zocht een beetje een leuk commerciële term. Nou, daar zijn we mee begonnen. En op een gegeven moment groeide het bedrijf wat. We deden meer activiteiten. Op een gegeven moment kregen we wat meer horeca erbij. Want bedrijven willen activiteiten. En dan eigenlijk ook wel wat eten en drinken na de tijd of voor de tijd. En, maar de focus lag toch wel op buiten? De focus ligt volledig buiten. We hebben alleen binnen horeca, maar we doen het liefst ook buiten horeca. Maar alle activiteiten zijn buiten. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Dus dat maakt niet. Mensen vragen ook vaak, heb je een alternatief programma? En ja, dat is een regenjas of een paraplu. Okay. Hoe extremer het weer, hoe langer de ervaring blijft hangen. Ja, dat zal wel. Want jij weet ja. vast nog wel ergens een keer dat je ergens een wandeling hebt gemaakt, dat je bijna uit je laarzen bent geblazen. Ja, ik nou, kan me dat op een eiland was dat geloof ik. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren. Dus dat weet je wel. Maar op een gegeven moment kwam, hadden we wat verschillende afdelingen. We hadden wat horeca, dat noemden we. Daar hadden we een horeca naam voor. En we hadden wat klimmen, daar hadden we een klimnaam voor. En we zeiden van we moeten alles bij elkaar gooien, want anders wordt het onoverzichtelijk. Toen zaten we bij een kampvuurtje een biertje te drinken. Drank doet het heel goed bij ons, worden we creatief ja? van. Is dat wel goed? Ja, dat is slecht voor de luisteraars en de kijkers. Maar soms heb, je hele, mag wel, toch? Soms heb je hele leuke creatieve ideeën. Ik zei, ja, hoe noemt men ons nou eigenlijk? Ja. Zei, als wij hier in het dorp worden genoemd, dat zijn de binnen jongens. De binnen jongens van Outdoor. Ja. En, ja, jongens, verrek, dat was een hele leuke naam. Ja. Dus dat zijn de jongens van Outdoor. De jongens van Outdoor. Nou. Ja. Dus zo is de naam de jongens van Outdoor geboren. Omdat eigenlijk iedereen die over ons praatte, die had het over, dat zijn die jongens van Outdoor. Dus zo is de naam gekomen. Dus dat hebben wij geknipt, geplakt. En zo hebben wij ons bedrijf uiteindelijk genoemd. Omdat men zo over ons praat. Ja, en jullie product is natuurlijk buiten. Ja. En hoe zie je dat? Hè? Ja. Tegenwoordig de mensen zitten heel veel binnen. Ja. Hè? Met hun computerschermen. En kinderen die heel veel op hun iPads en op hun telefoons tegenwoordig bezig zijn. Je ontkomt er niet aan. Ik denk dat het ook een trend is die onomkeerbaar is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je mensen naar buiten weet te halen. Ik bedoel, buiten, je hebt frisse lucht, het is gezond. Het is hier een van de schoonste en mooiste plekjes van Nederland waar we zitten. Ja. Wat we ook heel veel zien en ervaren met scholen. En een docent die zei het de laatste keer heel mooi, of laatst was een tijdje geleden, die zei... we hebben al even geen scholen gehad. Nee. Die zei, hier worden ego's gemaakt en ego's gekraakt. Hij zei, er zijn jongens met een hele grote bek die normaal in de klas altijd vooraan staan en de lakens uitdelen. Hij zei, maar het kan best zijn dat die hier bij een activiteit waar ze de hoogte in moeten, dat ze in één keer niet durven. En dat het grijze muisje wat altijd achteraan zit, die trippelt zo door het klimpark heen bij wijze van spreken. Dus dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Hij zei, rollen die in de klas vanzelfsprekend zijn, die zijn hier in één keer 180 graden gedraaid, volledig de andere kant op. Maar gisteren hadden we nog een groepje van een instelling waar jeugd zitten die, die drop-outs hebben. Dus die vallen eigenlijk op school net buiten de boot. Thuis vaak niet een lekkere situatie. Dus dat is een zorginstelling. Ja. Die kwam hier ook voor het eerst en die zei, wat we hier hebben meegemaakt, wat we hier hebben ervaren, hoe die jeugd zelfvertrouwen krijgt op de manier waarop ze hier met activiteiten bezig zijn. Hele andere omgeving, hele andere setting, hele andere activiteiten. Rollen worden in één keer omgedraaid. Dus, ja. Ik denk dat je niet alleen voor zulke instellingen, maar ook voor wat ik net zei, bedrijven, dat het gewoon super interessant is om naar buiten te gaan. Omdat je je anders buiten gedraagt dan dat je je binnen gedraagt. Ja. En ook met het stukje echte training wat we doen. Je merkt gewoon dat mensen, als jij binnen zit en je hebt een training van een dag. Ja, jij kan wel even een toneel spelen voor een dag lang. Maar als ik jou naar buiten haal en ik zet jou onder druk
of onder andere omstandigheden, je komt met andere dingen in aanraking, waar je eigenlijk nooit vaak mee in aanraking komt, dan reageer je heel primair. Dus dan krijg je het echte gedrag boven tafel, zeg maar. Ja, nou, en dat zie je dus bij kinderen ook, maar dat zie je bij iedereen. Ja. Dus daarom dat wij geloven dat buiten, nou, dat gewoon een hele goede toevoeging is in de activiteit, in alles wat er gebeurt. Ja. En goed voor je vertrouwen, zei je. Hè? Dat klinkt mij wel als muziek in de oren. Ja. Dus, nou, goed voor je vertrouwen. En op een gegeven moment, ja, dan... Wanneer was het? In maart, geloof ik, hè? Ja. Dit jaar. Ja, dat was niet zo goed voor het vertrouwen. Dat was niet zo goed voor het vertrouwen? Nee. Wij hadden vorig jaar een heel mooi jaar gehad. En die lijn trok eigenlijk ook door. De omzet ging ook steeds meer, die stijgende lijn. Ja, de omzet ging goed. De agenda was goed gevuld. En... Nou, het begin van het jaar leken de boekingen ook, het kwam mooi binnen allemaal. En wij hebben altijd maart gaan we met ons personeel op stap, dan hebben we een trainingsweekend. Dat iedereen alle veiligheid weer onder de knie heeft, alle examens gedaan, alle reddingstechnieken, alles. We nemen alles door wat er komt, dat trekken we een heel weekend vooruit. Veiligheid voor alles? Veiligheid voor alles. Ja. Dus vrijdag verzamelen we dan hebben we een gezellige avond en dan hebben we MFA, Medical First Aid. Iedereen heeft dan EHBO binnen ons bedrijf. En dan zaterdag een hele dag trainingen en zondag nog een dag. Aan het eind van de dag sluiten we af. En dat was zondag 15 maart, denk ik. Dat wij hier om 5 uur met het alle personeel binnenkwamen. De zaak zat vol met mensen in de horeca. En de televisie stond aan. En we hebben een persconferentie. En 6 uur moest de zaak leeg. En we hebben nog nooit zo'n rare dag gehad. Dan stort je hele wereld in. Dus wij waren met alle personeel wat we hadden, zaten we hier allemaal verslagen. Met een biertje in de hand. Wat gebeurt ons hier? Wat gebeurt als hier? Ja, en 6 uur moest gewoon de zaak leeg. En dus iedereen weggestuurd, personeel naar huis. En we zaten hier met de eigenaren. We zijn inmiddels met 3 eigenaren. En dat deed wel heel zeer. Van, wat gebeurt er? Dus we zijn de volgende ochtend zijn wij naar kantoor gegaan, maandag. En de telefoon stond rood gloeiend en de mailbox zat vol. En de omzet die wij hadden gepland, was volledig weg. Jullie hadden het heel druk met annuleren van... Alles werd geannuleerd. De hele agenda liep volledig leeg. Dus waar wij normaal gesproken een paar ton omzet hebben in maart, april, mei. Want dan begint ons seizoen. Hè. Ons topseizoen is eigenlijk maart tot en met de zomervakantie. Ja. Was volledig weg. Dus daar hebben we echt verschrikkelijk veel last van gehad. Dat heeft echt bakken met geld gekost. Ja. En, God Jan, hoe ga je... dat is toch een klap, man? Ja, dat is een enorme klap. En weet je, wij zijn met 3 eigenaren, dus er moeten 3 gezinnen van leven. Je inkomen dat valt Sil, weg. Dat is Jan en... En Wim. En Wim, ja. Oké. Okay. Wim is een stagiair, dat is een mooi verhaal. Die is op zijn 15e bij ons gekomen. En die is nooit meer weggegaan. Die is gewoon mede-eigenaar geworden. Ja, die is mede-eigenaar. Wat goed, man. Ja. Nou, leuk. Dus als je maar goed, even terugkomend op dat verhaal. Want het is toch verschrikkelijk dat je dat overkomt. Ja, dat was een enorme knal. En we wisten natuurlijk ook niet wat het... wat voor gevolgen het verder zou hebben. Hoe het er in de toekomst uit zou komen te zien. Nou, ik voel het helemaal, hoor. Ik voel het maar nu ook even. Want ik heb zelf wel ook hetzelfde zo'n beetje meegemaakt. Het is verschrikkelijk. Ja, het is... Ik bedoel, het kent zijn weergaan niet. Dus wij alle omzet weg. Dus we zijn direct gaan kijken van hoe moeten we dit gaan overleven? Weet je, een bedrijf als ons heeft natuurlijk in de winter niet heel veel handel. Dus we bouwen een buffer op naar de winter. Dan gaan we de winter in en dan die buffer eten we langzaam op. Ja. Nou, dan normaal gesproken gaat je seizoen weer los. Dus je liquiditeit die komt weer op stoom, zeg maar. Nou, de liquiditeit die kwam niet op stoom. Die ging mooi naar beneden. En echt vooruitzicht in plannen en ondernemen heb je ook niet. We hadden mooie plannen om te gaan uitbouwen, omdat het eigenlijk pand alweer te klein is. Dus we willen hiernaast groter bouwen. Nou, dat hebben we ook allemaal maar geparkeerd. En dan komt er een hele onzekere periode. Dus we zijn direct met leveranciers om tafel gegaan, met accounts om tafel gegaan. Zo van, dit is de situatie. Wij weten niet hoe het komt. Ik zeg, jullie weten niet hoe het komt. Nee. Maar we moeten wel samen verder. We moeten elkaar wel helpen. Ja, huh? Ja. Dus we hebben gelukkig hele goede relaties. Nou, dat is fijn. Ja, en ook goede afspraken meegemaakt. En uiteindelijk zijn we er heel mooi doorgerold. En gewoon, we hebben een gezond bedrijf. En onze omzet is natuurlijk ook aan onze kosten gerelateerd. Hebben we veel omzet, hebben we hoge kosten. Hebben we geen omzet, nou, dan hebben we onze vaste kosten. Wat vond je van de overheid? Heb je niet een beetje ondersteund? Nou, was je daar tevreden over? Nee,
Want ze blazen dat nogal op, hè? Het was zo geweldig, want iedereen die kreeg maar geld. En, ja, nou ja, kijk, ja, geld krijgen is één. Je kan nooit genoeg geld krijgen in zo'n geval, denk ik. Nee. Ik bedoel, de schade die we hebben gelopen wordt niet gecompenseerd. Dat kan je nooit meer inhalen. Nee, op geen enkele manier. En heel veel mensen zeggen was, ja, maar dat komt wel weer. Ja, nee, die schade die we nu hebben, mensen komen niet twee of drie of vier keer. Mensen geven maar één keer hun geld uit en dat gaan ze ook niet twee of drie keer doen. Nee. Dus ik vind het heel goed dat de overheid heeft gehandeld en geacteerd en de bende op slot heeft gegooid. Ik ben het nu wat minder eens met de beslissingen die ze nemen. En ik denk niet dat ze zich bewust zijn van de impact die een persconferentie heeft op de bedrijvigheid die erachter zit. Als onze minister-president in de laatste persconferentie echt letterlijk en figuurlijk zegt, dus even geen tijd voor bedrijfsuitjes en evenementen. Ja. Ja, dan weten wij dat de telefoon gaat rinkelen en dat alles geannuleerd wordt. Terwijl aan de andere kant zegt hij van ja, dan mogen wel 40 man buiten en 30 man binnen. Ja, die mensen die komen niet meer, want hij heeft gezegd dat het eigenlijk niet hoeft of moet of kan. Ja. Dus dat is wel die doet wel heel zeer. Dat doet heel zeer. Dat is interessant, ja. Ja. En privé dan ook nog een keer. We hadden net een nieuwe woning gekocht, net verhuisd. Dus op het moment dat in maart wordt gezegd van, je zaak gaat op slot, er is geen omzet meer. Maar dan denk je wel even twee keer na van, hoe komt het met mijn hypotheek en hoe komt het privé thuis? Zo. En hoe komt het zakelijk? Mijn kompion, bij de kompions natuurlijk. Die, dat heeft gigantisch impact. We moeten er met 3 man van eten. Ja. We hebben 25 man personeel die ook de kosten allemaal door hebben laten gaan. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, hoe ga je er, man? Wat heb je tegen ze gezegd? Dat wij hebben ze, we zijn heel open en eerlijk geweest. We hebben ze uitgenodigd. En we hebben gezegd, jongens, zo staat de vlag ervoor. Dit is het. En als je ergens anders werk kan vinden, dan moet je dat direct gaan doen. Als je ergens anders uren kan maken, moet je dat direct gaan doen. Wij weten niet wat wij jullie kunnen bieden. En that's it. Zo dus, onzeker is het. Zo onzeker is het, ja. Ja. En dat heeft er ook wel geresulteerd dat een aantal, die hebben andere uitdagingen gevonden, helemaal goed. Maar ook een aantal, die hebben gewoon bijbaantjes bij ons. Ja, die werken nu gewoon niet en die kunnen ergens anders aan de slag, omdat er niet voldoende werk voor ze is. En op dat moment was het natuurlijk helemaal geen werk. Nee. Maar ja, studiekosten lopen wel door, huur van kamers en dat soort zaken. Dus dat is wel een groep die keihard geraakt is ook. Yes. En die worden wel eens vergeten, denk ik. Ja, 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 ja. Dus er was een hele rare periode hebben we achter de rug gehad sinds die tijd. Ja, maar wat vind je? Wat had de overheid dan wel weet ik kunnen niet. Doen? Dat weet is ik lastig niet. Ook, hè? Weet je, ze kunnen niet met geld gaan strooien, dat snap ik ook wel. Ik denk dat wij, dat ze ons mooi tegemoet zijn gekomen met bepaalde regelingen. Maar ik ben blij dat ik niet in Den Haag op mijn stoel zit en daar beslissingen over hoef te nemen. Ik bedoel, wat je ook zegt, niks is goed. En als het ons raakt, dan raakt het een andere groep niet. En raakt het een andere groep, dan raakt het ons weer niet. Dus je kan het nooit goed doen. Nee. Maar wat ik wel denk, is dat we er maar mee moeten leren leven dat het er is. En het virus gaat echt niet meer weg. Dus nee, want ik vraag me af, stel dat het virus weg is, wordt het dan snel weer normaal, denk je? Ja, geen idee. Ik zie dat ook nog niet voorlopig. Nee, weet je, en dat vind ik ook wel het lastige. Je kan op het moment niet ondernemen. Je kan alleen maar korte termijn ondernemen nu. Je weet, die regels die gelden voor 3, 4, 5 weken. Nou ja, daarna gaat het echt niet in één keer veranderen. Dus daar kunnen we een aantal stappen in zetten om te zorgen dat wij ons bedrijf daarin laten doorlopen. Maar plannen maken voor over 2, 3, 4, 5 jaar? Ik weet het niet. Ik weet het daar niet. Ben je uiteindelijk geen niet ondernemer voor geworden, hè? Nee, nee. Er wordt, ik zei het in de aanloop na het gesprek ook al. Je wordt ondernemer omdat je dingen voor jezelf wil doen. En omdat je eigen regels wil, min of meer wil maken, binnen de kaders natuurlijk. Maar je wordt nu beperkt in alles. Je kan niks, je weet niks, je weet niet waar je heen kan, je weet niet welke richting het opgaat. We zouden investeren in accommodatie, dus meer vierkante meters erbij om meer mensen te kunnen bergen binnen. Maar ja, als je met 1,5 meter mensen, dan hoef ik geen accommodatie erbij, want dat kan nooit uit. Nee. Dus welke kant moeten we op en wat gaan we doen? Ik weet het niet. En dat is gewoon heel erg onzeker, dat is afwachten nu. Ja. Dus wij zijn nu heel erg kijken van hoe kunnen we de basis van ons bedrijf stabiel houden en stabiel maken. En daar wel wat stappen in maken, omdat we wel zien dat de groepenmarkt, die gaat voorlopig. Die gaat alweer wat door? Nou, ik denk dat die groepenmarkt aankomende jaren wel wat achterwege blijft. De grote evenementen die we hadden gepland met 500 tot 1000 man in een mini-festival, zeg maar, dat zie ik echt niet meer gebeuren. Dus de kleinere groepen, dat, dat,
Nou, die markt trekken we weer een klein beetje aan, maar mondjesmaat. Ja, nu weer even niet, want we hebben weer een leuke persconferentie gehad. Ja, ja. Maar dat zien we wel een klein beetje komen. Maar wat we wel zien bijvoorbeeld, is dat de weekenden druk zijn. Dus dat mensen wel individueel een risico durven nemen. Dus ze willen wel, ze willen wel. Nou ja, als ik met mijn kinderen op pad ga, dan zeggen heel veel mensen, ja, dat is mijn risico. Ik sprak laatst een ondernemer, die was hier met zijn kinderen, die kwam in het Klimbos. En die zegt, nou, dan raakte hij mij aan het praten. Zei, in het weekend is het mijn eigen risico. Hij zei, maar ik ga niet met mijn bedrijf met 150 man op pad. Want stel dat er wat gebeurt, dan ben ik de lul. Ja. Nu zou ik zelf in quarantaine moeten met mijn vrouw en kinderen. Maar als ik met mijn bedrijf kom en er gebeurt, dan kan mijn hele bedrijf op slot. Dus ja. Ik snap het ook wel. Dat ja, het is allemaal lastig en lastig en lastig. Maar dat betekent wel dat onze markt verandert. Ja, maar jullie gaan er op deze manier mee. Maar heb je nog een tip voor mensen die ook in jouw branche zitten? Of gewoon al in het algemeen voor een ondernemer? Nou ja, ik denk dat je ondernemers zijn vaak begonnen met iets waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. En ik denk dat je heel erg bij jezelf moet blijven. Waar je goed in bent, moet je blijven doen. En misschien moet je het wel anders in gaan richten. Hè? Dat geloof ik wel. Ik denk dat je geen bokkensprongen moet gaan maken. Ik heb ook ondernemers gezien die gingen van de gekste dingen doen. Hè? In één keer moesten ze investeren omdat ze een andere kant op gingen met mijn bedrijf. Van wat ik nu doe, dat kan niet meer. Je moet gewoon dicht bij jezelf blijven. Ik denk dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. En waar jouw hart ligt, dat je dat moet blijven doen. Maar dat je wel moet gaan kijken, kan ik het op, of moet ik het op een andere manier gaan inrichten? Waardoor mijn bedrijfsvoering wel weer levensvatbaar is. Nou, dat hebben wij ook gedaan. We merken dat het werkt. We hebben dingen versneld ingevoerd die eigenlijk al op de rol stonden. En van, daar hebben we geen tijd voor, Hadden we nu in één keer wel. Ja, dus dat heeft ook alweer enzovoort. Maar je nieuwe huis trouwens, bevalt dat een beetje? Ja, want jij vertelde, je hebt een nieuw huis. Waar is dat ook alweer in? Ik ben inmiddels Drent. Een Drent? Een Drent. Dat kan toch niet, jong? Ah, ja, maar jong. ik woon nu in Hooghalen. Ja? Van Appelscha verhuisd naar Hooghalen. We wilden iets meer ruimte om het huis heen. Want mijn vrouw heeft en dochter hebben een hobby met paardjes. Oh, dat zijn ook van die... van die knollen. Ja. Ja, dus we hebben wat paardjes om het huis staan. Dus het gras hoef ik niet meer te maaien, dat wordt gemaaid. Dat wordt gemaaid, dat scheelt ook weer. Dat scheelt weer, ja. Nee, dus we hebben nou wat meer... Maar die zijn ook heel sportief, heb ik al in de gaten. Ja, ja, ja. Ja, mijn dochter rijdt veel paard en mijn zoon zit veel op de fiets. Nou. Dus de een heeft een echte ros en de ander heeft een stalen ros. dat is je mooi, toch? Ja, dus dat bevalt uitstekend. Ja, goed man. En ik vind het ook wel lekker dat je wat verder van je werk weg woont. Ja. Dus als je klaar bent met werk, dan rij je naar huis, heb je kop leeg, radio lekker aan. Even relativeren. En dan ben je thuis. Nou Jan, maar dat komt goed. Ja. We gaan ervoor dat het allemaal weer goed komt. Dat komt het ook. Dat komt het ook. En bedankt voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. Mooi dat je was. Dankjewel.